Beste kijkers, van harte welkom bij de theateragenda van deze week. Vandaag ook weer een bijzondere gast en dat is Ineke van Empel van de Theater De Storm in Winterswijk. Ineke, van harte welkom in ons programma. Ja. Volgens mij heb jij een heel druk weekend voor de boeg. Ja, we hebben een heel druk weekend voor de boeg. We hebben twee keer over. We hebben morgenavond en overmorgen hebben we Boudewijn de Groot staan. Boudewijn de Groot? Ja, ja. Kijk. Twee keer over een uitverkocht huis. Dus dat is ontzettend leuk. Die hebben van de week bij ons de show gemonteerd. Ja. Dus die staan al vanaf dinsdag bij ons in huis. En morgenavond de eerste generalen en zaterdagavond de eerste try-out. Okay. Dus superleuk. Dat is wel heel actueel. Ja. Als we even eindje verder kijken, dan zijn er toch twee programma's die je hebt uitgezocht. Het ene van is wat jij zegt van La Traviata. Dat vertelde je me al even. Waarom heb je die uitgezocht? Nou, ik vind het gewoon heel erg leuk dat wij ook in de provincie, in de wat kleinere plaatsen, nog gewoon een mooie opera kunnen brengen. Dat wordt weliswaar, die komt kant en klaar uit Rusland, maar dat zit gewoon vreselijk goed in elkaar. En het is altijd wel heel erg leuk om 100 man achter het toneel te hebben lopen. Maar vertel eens, wat kunnen mensen verwachten bij La Traviata? Ja, het is gewoon een prachtige opera van Verdi. We hebben ook een inleiding en dat is wel heel erg, mensen die nog niet eerder naar een opera zijn geweest, die zouden het gewoon eens een keer uit moeten proberen. Want? Dan moeten ze eerst naar de inleiding gaan, zodat ze weten waar het ongeveer over gaat. Dat ze wat uitleg krijgen van de muziek, et cetera. En daarna naar de opera gaan. Je moet het ook af en toe gewoon ondergaan. Ik bedoel, ik ben een rockmeisje, om het zo maar te noemen. Je bent een rockmeisje? Nou, rockmeisje is overdreven. Maar ik ben meer van de Golden Earring en de Rolling Stones. Precies. En dan is het wel heel leuk dat ik een aantal jaren geleden ben ik voor het eerst heb ik een opera gekeken. En er ging een wereld voor me open. Het is toch wel een heel spektakel op het toneel. We gaan nu even naar de theateragenda van de komende tijd. Dat is de agenda van de samenwerkende Oost-Gelderse theaters. En daarna komen we terug bij jou, Ineke. Oké. Tot zo. Nou, dat was een interessante theateragenda en we gaan nu weer verder met het gesprek met Ineke van Empel. Ineke is de directeur van Theater De Storm in Winterswijk. Ineke, we hebben net al even gesproken over La Traviata. Een hele andere voorstelling is Cloaca. Mm-hmm. Vertel eens, wat is Cloaca? Ja, Cloaca, het betekent eigenlijk letterlijk riool, wat we net al met elkaar besproken. Het heeft nog een betekenis, maar dat is zo ingewikkeld, dat mag iedereen op Wikipedia eventjes uitgaan vogelen. Het betekent riool. Het betekent riool. Ja, okay. Ja. Nou, hoe dat nou precies in die voorstelling past, ga ik niet verklappen. Het heeft met vier mannen te maken. Dus het is een beetje een bijzondere combinatie. Riool en vier mannen. Het is een beetje een dubieuze combinatie. Ja. Maar 10 jaar geleden heeft deze voorstelling ook op de planken gestaan. Toen onder andere met Pierre Bokma. En nu staat hij er weer met een hele jonge setting. En het was gewoon ook een fantastisch toneelstuk. Dus er is ook een film van gemaakt. Volgens mij was dat in 2003. Ja. En in 2002 heeft hij voor het eerst op de planken gestaan. Maar die vier die hebben iets met elkaar. Dat zijn vier studenten die na een aantal jaren weer bij elkaar komen. En dan allemaal in een hele moeilijke fase in hun leven zitten. Maar het is het is gewoon een hele bijzondere voorstelling. Maar klopt dat ze er een beetje een puinhoop van maken in hun leven? Ja, ze maken er een beetje. Is dat het riool waarschijnlijk? Nou, dat zal het riool dan zijn. Ja. Ze maken er een beetje een puinhoop van. Ja. We proberen het dan op de een of andere manier na een aantal jaren de draad weer op te pakken. Ja. Maar ja, dat valt natuurlijk niet mee. Ja.
Dus wat ik wel even interessant vind, is dat jij enerzijds, zoals we net al noemden, even voor de theateragenda, de La Traviata en nu Cloaca, is dat jij, wat maakt nu in voor de Storm een bepaald programma? Is het publiek in Winterswijk daarop gericht? Denk je daar heel bewust over na als directeur? Of? Ja, daar denk ik wel heel bewust over na. Want je probeert wel gewoon om een heel breed programma neer te zetten. Zodat je voor iedereen wat hebt. Ja. Ik bedoel, het is van 2+, zeg maar. Want Boomba voor de hele kleintjes komt nog in december. Tot en met 80+. Wat raakt jou dan in die zin, als je kijkt naar Cloaca, wat raakt jou dat zelf? Maar is dat ook iets wat het publiek in Winterswijk... Nou, het is een voorstelling, hij loopt heel erg goed. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar het is ook een voorstelling die ik ook graag onder de aandacht van de wat jongere mensen wil brengen. Dat gaan we doen. We gaan even kijken naar een stukje trailer. Zullen we dat doen? Ja, prima. Kijken we daarna. Je raadt nooit echt nooit waar dit over ging. Maar ik stond ineens met... een vleesvork in mijn handen. Met een vleesvork! Kietje moet op, kietje moet op, Nee, nu gaat het de zaak omdraaien. Nou en? Laat de dingen zoals ze zijn! Iets! Nou, op je knieën. Ik had gezegd, ik ga dood zonder jullie, ik wil naar huis. Je stond naar je gezin te kijken als een vrouw naar een potje voetbal. Had iets gezegd, gedaan. Lul. Het is wel een hele bijzondere voorstelling, Ineke. Nu we net even gekeken hebben naar de trailer van Cloaca. Vier vrienden die er echt iets van maken in het leven. Tenminste, ze proberen ervan te maken in het leven. Dus wat dat betreft heeft de Storm wel een hele mooie uitdaging straks. Dat dacht ik. Ja. Jij wilde eigenlijk toch nog... Je vertelde me net even tijdens de trailer. Je zegt van, ik wil toch nog even wat vertellen over de verleidingen. De verleiders. De verleiders. Ja, ik ben in oktober ben ik naar de première van de verleiders geweest... in het nieuwe De La Mar in Amsterdam. Ja. En het is zo'n waanzinnig goede voorstelling. Hij heeft ook 5 sterren gekregen, zag ik bij de Volkskrant. Bij de recensies. Maar het is echt gewoon fantastisch. Pierre Bokma die speelt daar de sterren van de hemel. Maar je handen jeuken als je dat dus ziet. En dan zeg je, die wil ik ook in de Storm? Nou ja, je koopt het op papier, dus je weet nog niet hoe die gaat worden. Okay. En dat iets dan zo ontzettend goed uitpakt, dat is echt ontzettend, ontzettende. Iedereen moet hem zien, eigenlijk. Ja. Dus, maar dat is geloof ik pas in 2013? Of? Ja, 15 januari. 15 januari komt hij. Okay. Ja. Nou goed, dat zien we tegen die tijd. De commissie komt tegen die tijd nog een keer terug om het even te vertellen. Met liefde. Maar de verleiders, dat is de verleiding of verleiders? Het is de verleiders. Het is naar het boek De vastgoedvrouw. Oh, ja, klopt ja. Dus ja. Het is inderdaad, en het is af en toe echt over de top. Gespeeld, maar het is wel heel helder, ook voor mensen die het boek niet gelezen hebben. Nee. Als je een klein beetje op de hoogte bent van de actualiteit, en dan, dan is dat een must-see. Jij maakt alle kijkers al attent op wat er gaat komen. Ja. Heel goed. Hey, dankjewel voor deze komst. Dit was wat dat betreft de theateragenda voor deze week. Ik wil u graag even wijzen op de website www.focus.tv. En Focus is met een Z, dus www.focus.tv. En daar staan ook de theaters en ook de voorstellingen. En u kunt ook uiteraard even terugkijken naar hetgene wat vandaag is uitgezonden. Graag tot de volgende keer. En dan hebben we weer een nieuwe gast. En Ineke, tot binnenkort. Graag gedaan. Tot ziens.